Goedemorgen, wij zijn hier op de locatiekeuring bij SD Stables in Mierlo. Wij gaan 10 paarden keuren hier, nummer 10 is afwezig, 9 paarden dus. En we beginnen met de premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname, stamboek en eventueel sterfverklaring. Paard nummer 1, Viana van de Demmelo Stables, de vader is Tjalle, de vader van de moeder is Jasper... En de fokker is Demmelo Stables Mierlo en de eigenaar is Suzanne de Jong uit Geldermalsen. De uitslag van paard nummer 1, een paard met goed rastype, zou nog ietsje verticaler in de hals mogen zijn. De bouw is ruim voldoende, in de rug ietsje week, maar wel goede verhoudingen. Het beenwerk zouden we graag ietsje droger zien en ook wat correcter in het voorbeen. In de stap is wel takmatig, zou af en toe nog wat meer buiging en de sprong kunnen laten zien. De draf heeft die goede houding. Maakt hij ook veel ruimte en heeft hij een goed achterbeen. Wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Vanwege het beenwerk kan hij geen ster worden. Nummer 1 is teken in het studboek bij de third premium.
De uitslag van paard nummer 2. Een paard met een zeer sprekend hoofd, goede opgerichte verticale hals. Zou iets meer behang mogen hebben. Mooie lichte hoofd-halsverbinding. Is een langgelijnde merrie. Is ietsje neerwaarts gebouwd. En nog wat armbespierd in de rug. Jong paard natuurlijk. Zou ietsje meer bespiering mogen hebben. Ook op de overgang lenden en kruis. Het beenwerk is iets stijl gekoot voor. En achter wat nauw. In de stap hebben we wat getwijfeld. Omdat hij ook af en toe taktfouten maakt en ook kort stapt. Is het spanning of heeft hij echt problemen met de stap? Maar we hebben hem in die zin positief meegenomen door hem geen 4 te geven. Zodat hij toch opgenomen kan worden. In de draf hebben we veel balans gezien en ook een gemakkelijke manier van lopen. Wordt opgenomen in stamboek en vanwege het mooie ras en bouw krijgt hij een 3e premie. Teken in een studboek met een third premium. De uitslag van paard nummer 3. Een paard met ruim voldoende rastype. Zou ietsje meer uitdrukking in het hoofd mogen hebben. En ietsje meer afbuiging in de nek. Is goed gebouwd. De rug is ietsje week. Maar heeft wel een lang kruis. Het beenwerk is ietsje gehoekt. De stap is heel ruim. En met veel souplesse en veel ruggebruik.
Veel ruimte ook, mooie takt in de stap. Ook in de draf heeft hij schakelend vermogen. Het enige wat je nog zou willen is dat hij nog iets meer zichzelf zou dragen, iets meer zou oprichten, maar goede bewegingen. En daarom wordt hij opgenomen in het stamboek en sterren met een tweede premie. Horse number 3 is taken in the studbook and star with a second premium because of good movements.
De uitslag van paard nummer 4. Een paard wat lang gelijnd is en enorme statuur heeft. Goed rastype. Veel front. Af en toe heeft hij ietsje onderhals. Goede bovenlijn met goede verhoudingen. Evenredig gebouwd. Echt een mooie bouw. De beenwerk is droog en van goede kwaliteit. De stap is hij gespannen en ook is het moeilijk te beoordelen of hij die ruimte wel of niet heeft. Zou meer ruimte moeten maken en meer ontspanning in de bovenlijn kunnen laten zien. Had een paar hele goede momenten in de draf, vooral als hij eventjes ontspande. Was ook goed voorgebracht in de draf, een compliment daarvoor. Hij wordt opgenomen in ster en opgenomen in stamboek en sterren met een tweede premie. Paard nummer 4 is taken in de studboek with a second premium. Very nice build and confirmation and also good trot in the walk could have a little bit more room.
De uitslag van nummer 5. Een paard met heel veel rastype, met een heel sprekend hoofd. Veel behang voor een driejarige. En ook een hele mooie vorm van de hals. In de bouw zouden we hem graag in de aansluiting van de lenden en het kruisje ietsje sterker zien. De verhoudingen zijn wel goed. Het beenwerk is voldoende hard. Achter zou hij ietsje correcter mogen staan. Maar verder is het goede hardheid. De stap heeft veel ruimte. Met ook ruim voldoende takt en activiteit in het achterbeen. In draf maakt hij zich heel mooi en komt hij echt van de vloer. Gooit schoft omhoog. En vanwege het mooie rastype en de goede draf wordt hij opgenomen in het stamboek. En ster met een eerste premie. Horse nummer 5 is getting a first premium and star because of beautiful racial type, a lot of manes, but also a very nice expression in the head, and in the trot, very much activity and a good front and hind leg. Also, this horse had a very good score for the IBFP test, 84 points.
uitslag van paard nummer 6. Paard met wel voldoende rastype in het front. Ietsje onderhals, zou ietsje meer nek mogen hebben. In de bovenlijn missen we de sterke verbindingen. Met name de rug valt wat weg en de overgang lenden en kruis zou mooier kunnen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap heeft hij wel lengte. Zou nog iets meer buiging, activiteit kunnen laten zien, maar is wel heel ruim. In de draf mist hij de kracht en de souplesse. Hij zou meer moeten over de rug moeten gaan en een krachtige achterbeen moeten laten zien. Wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 6 is taken in het studboek met een third premium.
De uitslag van paard nummer 7. Een paard met veel statuur. Ook een goed rastype, met name ook goed behang. En zou nog iets meer nek mogen hebben, maar verder mooie oprichting. Ook in de bovenlijn is hij sterk. Ietsje strak op de bovenlijn, maar gebruikt verder in de draf de rug wel. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. In de stap zouden we graag nog wat meer schwung zien, iets meer ruggebruik. Iets meer doortrainend achterbeen. Voor heeft hij ruim voldoende ruimte. In de draf heeft hij wel een zweefmoment. Laat ook wel een goede gebruik van de techniek zien van voor- en achterbeen. Wordt vanwege zijn goede ras en bouw en voldoende draf opgenomen in het stamboek. En sterren met een tweede premie. Horse number 7 is taken in the studbook with a second premium. De uitslag van paard nummer 8. Een paard met wel met behang en ook wel een sprekend hoofd, maar komt ietsje diep uit de borst, maar een mooie lange hals. De bovenlijn
is wat arm bespierd en zou in de overgangen wat mooier gelijnd kunnen zijn. Het beenwerk zou ietsje droger mogen zijn. In de stap is wel taktmatig, maar zou meer moeten aansluiten in het achterbeen en ook een wat actiever achterbeen mogen laten zien. In de draf is wel taktmatig, maar houdt hij de bovenlijn vast en mist hij ook de souplesse daarin, waardoor het achterbeen niet echt ver onder komt. Maar alles tezamen krijgt hij een derde premie. Paard horse nummer 8 is getting a third premium. Paard nummer 9 staat goed in het rastype, mooie halsvorm. In de bovenlijn is hij iets strak, zou hij ook ietsje langer gelijnd mogen zijn. Maar de lendenen, dat zie je in het gebruik ook wat terug. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap heeft hij wel ruimte en takt. Maar zou het achterbeen wat meer mogen optillen en wat meer lossigheid in de bovenlijn kunnen laten zien.
In de draf heeft hij voldoende buiging, maar blijft hij iets op de voorhand lopen. Mooie stermelding, maar krijgt geen aanwijzing voor een volgende inspectie. Horse number 9 is not invited for next inspection. Dan komt terug paard nummer... De uitslag van paard nummer 5. De tweede inspectie. Het is een paard wat een hele mooie ABFP-test heeft met 84 punten. Een heel goed en drastype staat. Het is ook nog een jeugdige uitstraling. Ook niet een enorm groot paard, maar gewoon mooi in verhouding en mooie hoogte voor een Fries paard. In de bouw is hij voldoende. Goed genoeg. Beenwerk ook. In de stap kwam hij al meteen heel mooi stappend binnen. Heel veel takt en ruimte. Meteen stapt hij ook actief weg. Vanochtend liet hij in de draf ietsje mooier zien. Maar we nemen altijd allebei de inspecties mee. En gezien zijn score van 84 wordt hij definitief kroon. This horse number 5 is getting crown. Because of good racial type, very lot of youth expression. Also in the walk, a good active walk and good tact. In the trot, good use of the hindquarters. And a test of 84 points crown. Congratulations. Vanmiddag gaan wij naar de stallen van Spliethof in Bladel. En dan zullen wij om 2 uur beginnen. This afternoon at 2 o'clock at the stable of Spliethof.